Goedenavond dames en heren, welkom bij de tweede webinar van De Aandeelhouder. Vanavond gaan we het hebben over de Belgische beurs en over Belgische aandelen. En we hebben voor u 10 kooptips van Belgische aandelen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Stefaan Kastelein. Welkom Stefaan. Ja. Vandaag aangekomen in blij België. Blij om hier te zijn, blij om hier te zijn. Je hebt goed weer meegenomen. Gisteren absoluut, was het niet best in België met al die regen. Ja, België heeft af en toe wel wat regen gehad. Ja, dat klopt. Maar goed, we gaan straks uitgebreid vertellen wie en wat Stefaan is. Voordat we beginnen, een paar huishoudelijke mededelingen. U kunt vragen stellen tijdens dit. Het is interactief, dit webinar. U ziet rechts de kolom voor de chat. Dan kunt u vragen stellen, opmerkingen maken. En dan gaan wij of daar iets mee doen hier in de uitzending. Of onze moderatoren Jordi en Matthijs geven daar antwoord op. Dus dat is allemaal mogelijk. Het zou leuk zijn als u zich even abonneert op ons YouTube-kanaal onder het scherm, daar zit een rode knop, dat staat op abonneer. Nou, als u daarop klikt, dan bent u gratis lid van onze YouTube community. U krijgt dan vanzelf een melding wanneer er nieuwe video's van ons online komen. En dan hebben de mensen die zich hebben ingeschreven via mail, die krijgen morgen in de mailbox een uitgebreide rapportage van deze sessie. We maken een mooie PDF van de PowerPoint-presentatie en die sturen we morgen op naar iedereen. Nou, de agenda van vanavond, even kijken, ga ik doorklikken. Dan ziet u wat we gaan doen vanavond. We beginnen straks met een voorstelrondje. Wie is wie? Wie is Stefaan? Ik zal kort iets over mezelf vertellen. We hebben veel kijkers uit België, zag ik al. En die kennen ons misschien nog niet allemaal. Daarna kijken we even naar de Belgische beurs. Want die heeft 100 jaar geleden een opmerkelijk verloop laten zien. Heb ik mij laten vertellen. Daar gaan we straks meer over zeggen. En daarna komen natuurlijk de tips. We doen het in 2 gedeeltes. 2 keer 5. En ja, tussendoor hebben we een korte pauze van 2 minuten. Dan gaan we ook even iets vertellen over ons magazine wat we hebben opgestart bij de aandeelhouder. En dan hopen we rond 9 uur zo'n beetje klaar te zijn, want dan gaan we een pintje pakken hier, Stefaan. Hè? Wat jij? Goed idee. Laten we niet te veel tijd verspillen. Laten we snel beginnen met ons voorstelrondje. Stefaan. Ja, zoals mijn naam of mijn kennis misschien wel zal weergeven, ben ik al wel een tijdje actief in deze financiële wereld. Gestart bij Bank Corluid, dat was toen echt een gespecialiseerde bank in Belgische aandelen. Ja. En toen hebben ze het initiatief genomen om een fonds te starten in Vlaamse aandelen. Okay. Dat heette Vlam 21. Ja. Het is wel een succesvol product geweest in de jaren 90. Waar heel veel jaren met nieuwe beursintroducties van Belgische aandelen. Heel fijn. Maar later is dan Bank Corluid overgenomen door ABN AMRO. Oké, weer die Nederlanders. Ja, dat is een moeilijke verhaal. Over alles daar. Dus ja, ik heb ondertussen een paar andere bedrijven meegemaakt. Maar sinds een aantal jaren ben ik partner bij 1 Vermogensbeheer. Ja. Wij zijn een echt Belgisch-Nederlandse vermogensbeheerder. En ja, die Belgische aandeel is toch altijd wel de focus gebleven binnen mijn carrière. Jij kocht op je 18e al je eerste aandeel, lees ik. Weet jij nog welk aandeel dat was? Ja, dat weet ik nog wel. Het was Boeing. Hè. Ik geloofde toen wel dat er veel meer zou gevlogen worden. En ja, dat is dan dat is wel uitgekomen. Ja, dat is wel uitgekomen. Later zijn er nog wel zaken die niet uitgekomen. De koers daar neem ik aan een stuk hoger dan destijds. Ja, ja, natuurlijk. Nu recent wel moeilijker geweest. Maar ja, het is wel een succesvolle aankoop. Nou, je bent ook pro bij ProBeleggen. ProBeleggen, voor de mensen die dat nog niet weten, dat is een zusteronderneming van De Aandeelhouder. En daar er zijn een aantal professionals, ja, beleggingsprofessionals, ik denk dat er momenteel 12 of 13 zijn, die houden een portefeuille bij je voor €25.000, beginnen ze mee. En de leden krijgen een update wanneer er een aandeel gekocht en dan wel verkocht wordt en het nieuws is van die aandelen. Ja, inderdaad. Jij bent daar een van de pro's. Jij doet daar alleen Belgische aandelen. Het gaat heel erg goed dit jaar. Je staat nu op een plus van 37% dit jaar. Dat is opmerkelijk, want zelfs de AX heeft dat niet gehaald. En ja, dit jaar wel 20 helemaal niet. Wat zijn de winnaars in je portefeuille? Dit jaar is een heel succesvol verhaal. Wel, de winnaars zijn zo direct zien. Dat gaan we nog niet direct verklappen. Ja, het is inderdaad gelukkig een heel goed jaar geweest. In het verloop van het bestaan van die portefeuille is het al een beetje moeilijker geweest. De start was op een beetje achteraf gezien niet zo gunstig moment. Maar dit jaar gaat het heel goed en ik wil inderdaad de aandelen die nu naar voren komen zijn belangrijke posities binnen de portefeuille gaan ProBeleggen. En het zijn inderdaad wel de aandelen waarvan ik wil aantonen dat die nog behoorlijk wat potentieel hebben voor. Oké, nou dat is goed om te horen. Die gaan we zo meteen zien. We doen het zo. Stefaan heeft zes Belgische chips. Ik heb er zelf 4. Natuurlijk verschil moet er zijn. En die gaan we straks 1 voor 1 langslopen. Ik zal eerst even kort ook iets over mijzelf vertellen.
Nou, mijn naam is Nico Inberg. Ik loop ook al een tijdje mee. Ik deed op mijn 18e nog geen aandelen gekocht, helaas. Ik was met andere dingen bezig. Ja, kan ook. Maar later de schade natuurlijk dubbelend was ingehaald. Ik ben in mijn jonge jaren optiehandelaar geweest bij Optiver op de optiebeurs in Amsterdam. U weet wel, die jongens met die gekleurde jasjes die de hele dag liepen te schreeuwen. Daar was ik er een van. En een jaar of 10 gedaan, daarna me doorontwikkeld als aandelenanalist. Een tijdje in België gewerkt bij Gert Bakelands. De belegger. Mooi. En van daaruit naar IEX gegaan in Nederland. En nu sinds kort bij de aandeelhouder, waar ik me met name bezighoud met het magazine wat we elke zaterdag maken. Maar daar zal ik straks meer over vertellen. Stefan, we zouden het hebben over de beurs in België. En we zien hier een overzicht van de oude Brusselse beurs. Hè? En jij zegt die was toonaangevend in de jaren 20. Ja, het is misschien maar niet deze jaren 20, neem ik. Nee, het is inderdaad net 100 jaar geleden. Misschien verbazend, maar België was toch een van de eerste geïndustrialiseerde landen in Europa. Toen was België toonaangevend in de staalindustrie, de kolenindustrie ook. En die bedrijven deden het zeer goed op de Brusselse beurs. Exact 100 jaar geleden waren ook een aantal koloniale aandelen. En tussen 1920 en 1929 heeft de toenmalige Belgische beursindex zomaar eventjes maal 7 gedaan. Maal 7? Dus, ja, zeer succesvolle jaren. Dus, toen kwam de man met hamer. En inderdaad, zoals we allemaal weten, dan is de Great Crash gekomen van oktober 1929 en daarna de Great Depression, die overal toegeslaan heeft. Maar dus de jaren 20 waren echt roaring 20s op de Brusselse beurs. Dus ik dat we allemaal van dromen dat er misschien opnieuw Roaring Twenties zullen zijn. We zien hier de grafiek van de BEL 20. Hè? En wij vergelijken dat natuurlijk altijd met de AX. Ik heb zelf ook al die neiging als ik een Belgisch aandeel zie, denk ik, ja, hebben wij een soortgelijk aandeel. Maar jullie top is nog niet overtroffen. De all-time high in de BEL 20 was in 2007. Bij ons lag die al in 2000. En wij hebben de AX, zeg maar, een technologie-index. Hoe zou je de BEL 20 kunnen karakteriseren? Ja, ik denk zeker en vast toen die topkoers gehaald werden in 2007 was de BEL 20 een zeer financiële index. Toen speelde Fortis, Dexia, KBC een heel belangrijke rol. ING, maar die is eruit gegooid. Ja, dus nu is het gelukkig wel een beetje gespreider geworden. De financiële sector is niet meer zo belangrijk. Er zijn wel behoorlijk wat industriële waarden, ook pharma, we gaan het over hebben, distributie. Ja, het is een bredere index geworden. Ja. En, maar inderdaad, de topkoers, zoals we zeggen, in Vlaanderen, all-time high in goed Nederlands, die werd gehaald in 2007. Dus wij zouden toch vermoeden dat er wel een nieuwe top zou moeten kunnen aankomen. Okay. Misschien zelfs op relatief korte termijn. Exact. Nou, dat gaan we dan zien. Waarom ook niet? We gaan beginnen met de tips. Zou zeggen, aan jou de eer, de aftrap. De eerste. Dankjewel. Op nummer 10, Dieteren. Ja, dat is het eerste aandeel dat ik wil naar voren brengen. Dieteren. Dieteren is heel bekend in België als importeur van Volkswagen, Audi, Porsche in België. Maar de voornaamste activiteit veruit van Dieteren is eigenlijk Carglass. Daar zal ik direct iets meer over zeggen. Maar er zijn ook een paar andere leuke participaties, waaronder ook de laatste, TVH Parts, wat eigenlijk een distributeur van onderdelen is voor heftrucks en dergelijke meer. Maar ja, de voornaamste waarde veruit van Dieteren is Belron. En Belron is op zijn beurt dan weer Carglass. Het is een wereldwijd bedrijf. En om de waarde toch een beetje weer te geven, een aantal private equity groepen van BlackRock onder andere zijn ingestapt in Belron aan een totale enterprise value van 17,2 miljard dollar, euro. Euro, ja. En Dieter heeft daar dus 50% van. Dus alleen de participatie van Dieter wordt op 8,6 miljard euro geschat, terwijl de beurskapitalisatie in totaal van Dieter maar 7,3 is. En daar komen dan nog die TVH parts bij. Daarbij komt dan nog de import van de Volkswagen Groep in België. Dat komt nog vast goed bij en dergelijke meer. Dus een allerconservatiefste waardering voor Dieter is toch wel een 10 miljard euro. Ja. Dus een discount van ongeveer 30% zeker. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, Dieter heeft zich een beetje ontwikkeld tot een bedrijf naar een holding, hè, omdat er verschillende onderdelen in zitten. Holdings noteren vaak met een korting. Is in die zin die korting niet iets wat blijvend is? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Vooral ook omdat die allerbelangrijkste participatie, Carglass, een sterk groeiend bedrijf is. Zoals gezegd, is wereldwijd actief. En Carglass heeft echt wel een unique selling proposition. Namelijk steeds meer voorruiten van auto's bevatten elektronica, bevatten chips, om afstand te houden, om herkenning te doen, om lichten aan te doen aanspringen. Dat percentage neemt ongeveer met 4% per jaar toe. Dus nu is 16% van de auto's hebben elektronica in de voorruit. Volgend jaar 20%, dat neemt altijd maar toe.
En eigenlijk is dat toch wel een vrij uniek selling proposition. Je kan nog moeilijk naar de gewone garage om de hoek gaan om die voorruit te vervangen. Dus Carglass heeft daar wel echt dus daar komt heel nog heel veel groei in te zitten. Ja, er komt nog heel veel groei in. We zien hier wel de grafiek, Stefan. En dan moet ik zeggen, is niet het meeste vet al van de jus, zoals jullie zeggen in België. Ja, het is hard gegaan, dus het is waarschijnlijk niet ondenkbaar dat de koers nu een tijdje zal stabiliseren. Maar zoals gezegd, de onderwaardering is nog zeer hoog. Dus ja, ik ben er echt wel van overtuigd dat Dieter nog heel fors kan stijgen en dat het een van de boeiendste Belgische aandelen is voor nog een lange periode. Oké, het zit in jouw portefeuille en je houdt het vast. Ja, ik hou het absoluut vast. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. Even kijken, we gaan naar Euronav. Ja, de tankerrederij, dat ken je natuurlijk ongetwijfeld goed. Van de familie Taverijs was het vroeger, geloof ik. Hè? Ook Exmar CMB, ja, dus een bekende, succesvolle redersfamilie. Nou, en Dieteren is een aandeel wat het heel goed gedaan heeft natuurlijk. Maar bij Euronav is het andersom. Dat heeft het helemaal niet goed gedaan. Maar dat is in mijn ogen juist weer een kans. Omdat dit een bedrijf is, waar je, typisch een bedrijf waar je anticyclisch moet beleggen als het heel goed gaat. En dat was een jaar geleden. U herinnert zich dat misschien nog, dat een jaar geleden die olieprijs ging zelfs heel even onder nul via de futurehandel. Toen was er enorme vraag naar opslag van olie. Alle tankers hadden ze nodig om de overbodige olie destijds op te slaan. Dus toen kon Euronav op enig dag gewoon $200.000 per dag ontvangen voor de huur van de tanker. En nu is dat volledig omgedraaid. Tankers zijn leeg, de olie wordt weer gebruikt. En betekent momenteel dat er wat overcapaciteit is in die markt en die moet eerst weg. Nou, hoe kunnen we die wegkrijgen, die overcapaciteit? U ziet hier een grafiekje van de olieprijs, of eigenlijk van de vraag naar olie. Dat is ingeklapt vorig jaar, dat is die pijl omlaag, maar die komt langzaam weer terug. Ik heb een streepje omhoog gezet bij nu, augustus 21. Komt weer redelijk op niveau, maar we zijn er nog niet. Hè? Als je kijkt naar de gebruik van olie op dag ligt dat rond de 98 miljoen vaten nu. En dat was voor de crisis lag dat op 100, 101. En men verwacht dat komende jaar. Uiteindelijk gaat olie natuurlijk wel omlaag richting 2050. Zover is het nog lang niet. Voor de komende 5 tot 7 jaar verwacht men dat die olievraag oploopt naar 405 miljoen vaten per dag. En dan, dat luistert eigenlijk best wel nauw. Als er ook maar ietsje bij komt, dan is die overcapaciteit van tankers is eigenlijk al heel snel weg. En daar wacht men nu een beetje op. Ondertussen is de staalprijs natuurlijk heel erg hoog door alle tekorten die er zijn. Dus de kans dat oude tankers, dat die snel worden opgeruimd en verschrot worden, is best aanwezig. Want daar krijgen ze nog een hoop geld voor. Ja, die zijn nu duidelijk meer waard. Hè. En er zijn allerlei katalysatoren om die overcapaciteit weg te krijgen. Zover is het nog niet. Je moet wel een klein beetje geduld hebben, maar ik houd me altijd maar vast. Ik ken een hele goede analist op dit aandeel en die zegt altijd onder de 7 kopen en richting 11 moet je er weer uit. Het aandeel zal ook nooit heel erg hard omhoog gaan, omdat als er goede tijden zijn bij Euronav, dan wordt er snel heel veel dividend uitgekeerd. Dus dat gaat dan van de koers af natuurlijk en dan heb je een hele mooie dividendwaarde, zoals bijvoorbeeld in afgelopen jaren hebben gedaan, keren ze 1,66 uit in dollars. En dan heb je prachtig dividendaandeel, maar nu is het heel even afwachten tot de boel echt aantrekt. Dat kan snel gebeuren, maar het kan ook nog wel even duren. Maar we hebben al gezien dat Joe Biden bijvoorbeeld OPEC heeft opgeroepen om meer olie op te pompen. En als dat straks op gang komt, dan is er ook weer nood aan olietanken. Dan zullen we zien dat dit aandeel ook gaat aantrekken. Grafiekje kunnen we hier nog heel even zien. Dan zie je toch redelijk duidelijk dat het nu even wat moeizamer gaat bij Euronav. Er is zelfs een aantal maanden zijn er geweest dat ze die tankers bijna voor niets moesten wegzetten. Om in ieder geval de vaste kosten een beetje te dekken. Maar we moeten hier een klein beetje geduld hebben. En ik denk dat dit een mooie belegging is. Je ziet wel een duidelijke bodem worden. Ja, die is er zeker. Wij gaan toe naar kandidaat nummer 3, X-Fab. X-Fab is een producent van microchips, eigenlijk echt de fabriek. Het is eigenlijk een zustermaatschappij van een ander bekend Belgisch bedrijf, dat heet Melexis. En Melexis is eigenlijk meer de ontwikkeling en de design eigenlijk van de chips, terwijl X-Fab echt de productie doet van chips, voornamelijk voor de autosector. Steeds meer per auto die er verkocht worden, en zeker elektrische auto's bevatten steeds meer chips.
Ze maken ook wel chips voor de medische sector. Nu, wat is eigenlijk een beetje de unique selling proposition van X-Fab? Dat is dat ze effectief die chips kunnen maken. Er is op dit moment een enorm tekort. Hè. Er is een enorme schaarste aan chips. Die gaat nog niet weg ook voorlopig? Nee, velen zeggen dat 2023, misschien zelfs tot 2024 zou kunnen duren. En dat tekort is er zeker in de autosector. Er zijn meerdere fabrieken van auto's die op dit moment stil liggen of gedeeltelijk stil liggen, omdat men niet genoeg chips kan leveren. En wat is nu het fantastische? X-Fab heeft nog spare capacity. En dat komt vooral door het feit dat de laatste fabriek die erbij gekomen is, die is in Frankrijk. Mm-hmm. Ze hebben die pas 2 jaar geleden aangekocht en die wordt nog steeds getransformeerd om eigenlijk de meest sterke toegevoegde waarde chips van X-Fab te maken. Ja. En dus daar is er nog extra capaciteit om te produceren. Men heeft de afgelopen jaren de productie verhoogd en dat zal nu ook in de volgende kwartaal toenemen. Dus dat is toch wel een enorme troef dat je in deze schaarste extra chips kunt maken. Ja, het is toch ook wel bijzonder dat dit aandeel, want als we bijvoorbeeld even kijken naar de grafiek, dan zie je dit voor een chip aandeel. Hè? Als je dan kijkt wat Mel en ASMI gedaan hebben en Besi in mindere mate, maar die zijn als een raket de lucht ingeschoten. Dan valt hier nogal wat te rapen, zou je zo zeggen. Ja, het is eigenlijk toch wel merkwaardig. Inderdaad, X-Fab is een van de weinige chipaandelen die nog niet echt op zijn hoogste koers... Melexis heeft het goed gedaan. Melexis noteert bijvoorbeeld wel al op zijn hoogste koers, dus X-Fab nog niet. Het is een relatief recente beursintroductie. Het aandeel is pas in 2017 naar de Franse beurs genoteerd op Euronext Parijs. Ja. En dat is wel, denk ik, een van de redenen waarom X-Fab soms een beetje tussen twee stoelen valt. Enerzijds, vanuit Frankrijk ziet men het toch als een Belgisch bedrijf. En vanuit België kijkt men er misschien iets te weinig naar, omdat het op Euronext Parijs noteert. Oh ja, dus vaak als je in de tijd bijvoorbeeld een bespreking over de Belgische aandelen ziet, dan wordt er eigenlijk weinig over X-Fab gesproken, omdat men dat dan eigenlijk niet echt als Belgisch bedrijf ziet. Dus het valt een beetje tussen twee stoelen. Maar inderdaad, het noteert nog niet op topkoersen, terwijl het nog steeds sterk groeit, heel goede vooruitzichten heeft. Ja, dat lijkt eigenlijk wel totaal onterecht te zijn. En dat moet toch wel een beetje in al beweging doen naar de andere chip. Ja. En ik was een aantal jaren geleden een keer in België op een congres voor beleggers. En daar gaven een aantal specialisten allemaal tips. En er zat X-Fab, was daar de meest genoemde tip. Ja, toen stond het volgens mij 7 of 8 euro. Wij dachten toen zelf ook van dit aandeel, hè, want er zit enorme potentie in. Ze kunnen snel opschalen. Maar het ging eerst nog door midden. En toen was een beetje de angst dat de grote aandeelhouders, mensen die ook in Melexis zitten, dat die het van de beurs zouden halen. Maar er komt nu toch wel degelijk tractie in. Ja, nu komt er tractie in. Het is trouwens ook zo dat die grote aandeelhouders rond die 7 euro toen wel bijgekocht hebben. Dus voor die dip al? Ja, voor de dip. De dip die natuurlijk ook gedeeltelijk het gevolg is van de corona. Kan ook te veel voorkennis hebben. Meer. Ja, ik denk dat zij er echt wel overtuigd waren dat 7 euro per aandeel een zeer goede koers was. Ja, dat is de beurs. Het is nog veel lager gegaan. Als je maar lang genoeg wacht, maar krijg je zelf. Nu is het toch wel steeds ondergewaardeerd. Prima. X-Fab houden we erbij. Dan gaan we weer naar de volgende toe. En dat is, kijk, en ik was gisteren bij Albert Heijn. En ik denk, ik hou ervan als ik die producten zelf tegenkom. Ken je dit? Ja, uiteraard. Iedere Belg zal dit wel kennen. Lotus Bakeries. En dit is speculoos. En ik heb het een beetje geproefd. Ik moet zeggen, je moet er wel even aan wennen, maar je kan het op je boterham smeren. Lotus Bakeries is een, Stefan, het is best wel een duur aandeel. Niet alleen in relatieve zin, maar ook in absolute zin. Het één aandeel kost 5500 euro. Maar ik wilde het toch noemen vandaag, omdat dit, denk ik, als ik kijk naar de Belgische beurs, en ik had dit al heel lang op mijn watchlist staan, dit aandeel. Ik heb het nooit durven kopen. Ik vond het altijd een beetje aan de dure kant. En dat doet me ook een beetje denken aan ASML in Nederland. Heel veel mensen hebben ook de boot gemist met ASML, omdat ASML altijd een duur aandeel was. En we dachten van, ik koop het wel een keer als het wegzakt. Maar goed, dit is typisch, denk ik, een aandeel nu voor de dip. Het management heeft het fantastisch gedaan. Even in kort, Lotus Bakeries, wat doen ze? Ze zijn dus bekend van de speculoos, maar met name van de koekjes. Die ziet u linksboven. Die hebt u ongetwijfeld ergens een keer gehad in een café of een restaurant of in een hotel. Of in een vliegtuig. Dat is zo'n beetje 50% van hun business. Dat noemen ze Biscoff. Dat is de koekjes en de speculoos. Ze maken ook ijs, maken ze ervan. Heel lekker met speculoos erin. Daar kunnen ze allerlei dingen van maken. Dat loopt heel erg goed. De afgelopen jaren, de afgelopen 10 jaar eigenlijk met gemiddeld 13% gegroeid. Gaat de komende jaren waarschijnlijk ook door. Daarnaast hebben ze nog iets van gezonde snacks. Dat ziet u daar, foto, in het midden. Dat hebben ze in 2015 gekocht in Engeland.
En daarvan is de omzet inmiddels verdubbeld, want dat hebben ze ook op hun manier natuurlijk kunnen hun kanalen kunnen uitbreiden. En er is nog een deel, dat noemen ze Local Heroes. Dat loopt iets minder hard, maar het is voor ons wel bekender. Want u ziet daar rechts Frans Bauer. En die hapt daar in een stukje pijnenburgkoek. En Snelle Jelle kennen natuurlijk ook allemaal. Dat geven wij aan de kinderen. En dat is ook een stukje Hollandse glorie eigenlijk. Dat zit daar ook bij. Ja, ik moet zeggen, ook als Belg is het eigenlijk wel leuk geweest, omdat hoe je steeds meer zag op internationale vluchten en op internationale gebeurtenissen, dat die koekjes werden uitgedeeld. Ja, het is toch echt wel een heel sterk merk. En als je dat bekijkt, dat potentieel dat er nog altijd is, ja. En dan denk je, sterk. Het is een koekje, wat is het? Maar ja, ze hebben dat zo goed uitgerold. De genius is in het eenvoudige. Zo is het. En hoe zij nou, ik vroeg me af, hoe kijken zij nou naar die markt? En zij focussen heel erg op gezinnen. En dan kijken ze hoe bekend ze zijn bij de gezinnen in hun land. Ze delen de wereld in verschillende landen. Je moet per land natuurlijk verschillende marketing doen. Je product ook wat aanpassen. En ze kijken heel erg hoe is de penetratie bij de gezinnen. Nou, in landen waar ze heel ver zijn, daar doen ze een ander soort marketing. In de landen waar ze het uitrollen. Maar dit gaat uiteindelijk wereldwijd worden uitgerold. En dit wordt gewoon groot. En dan zie je het is niet geen hele harde groei van 20-25%. Maar 10-13% is best veel. Als je 7 jaar lang groeit met 10%, dan ben je verdubbeld. En met 13% gaat het nog harder. Dus dat is dit is een heel mooi aandeel. Maar ik zou zeggen, op dit moment, bewaar het even voor, ik zeg wel eens tegen beleggers van, maak altijd een lijstje met aandelen die je zou willen hebben als de beurs eens een keer dipt met 10%. En dan, daar moet altijd ASML op staan, maar dan moet Lotus, moet niks. Lotus mag er ook op staan, dat is een prachtig aandeel. Eigenlijk aan alle eisen voor een goede belegging voldoet. Je hebt het grafiekje nog even. En die ziet er ook wel wat stijl uit, volgens mij. Maar goed, dit komt allemaal goed. We zijn alweer toe aan nummer 5. En dit is een van jou. Ja, hier heb je wel wat ervaring mee, geloof ik, hè? Ja, holdings in België, dat is een heel belangrijk gegeven. En ja, ik zou zeggen, een van de basisholdings in België is toch wel GBL. De groep Brussel Lambert van voormalig rijkste Belg, Albert Freire. Hij is 2 jaar geleden overleden. Oh, hij is 2 jaar geleden overleden. Maar nog altijd, ja, dat is zijn erfenis. Heeft hij nog rijke dochters? Of? Ja, op zich wel. En de dochter, Ségolène, is getrouwd met Ian Gallien. En hij leidt de holding al een aantal jaren. En heeft toch eigenlijk al sinds een aantal jaren een enorme transformatie gedaan. JBL was wel wat bekend als het speeltje van Albert Freire, mm-hmm, dat binnen zijn grote geheel werd beheerd en waarbij er misschien soms iets minder aandacht was voor de kleine beleggers binnen de holding. Maar de afgelopen jaren is er heel veel gebeurd. De grote posities in Total en Engie zijn verkocht. Er zijn heel veel andere. Hij heeft tijd uit de olie gestapt. Absoluut. Is eigenlijk heel goed gedaan. Er is nu een veel toekomstgerichtere portefeuille opgebouwd met onder andere grootste participaties Adidas. Onder andere ook met Umicore, waar we het vandaag nog gaan over hebben. Een paar andere heel mooie participaties. En zeker ook meer en meer investeringen in private equity. Hè. Dat was ook eigenlijk de markt waar Ian Gallien vandaan kwam, nu reeds 21% in private equity. Dus het is iets helemaal anders geworden van misschien een klein beetje een slaperige holding naar een zeer dynamische investeringsmaatschappij. Ja. En toch, noteert GBL nog altijd met een korting van meer dan 30%. Voor degenen die dat willen volgen, de intrinsieke waarde van GBL is heel gemakkelijk op te volgen op de site. Daar kan u lezen dat de huidige intrinsieke waarde bijna €143 per aandeel is. En toch kan u dat voor minder dan €100 per aandeel kopen. Dat is toch wel heel opmerkelijk. En sommigen zullen misschien zeggen, ja, mijn holdings noteren altijd met een korting. Ja, niet allemaal toch, maar wel veel, denk ik. Ja, toch wel, maar je ziet toch de afgelopen jaren een paar Belgische succesverhalen, zoals Sofina, Brederode, holdings die ook met een grote korting noteerden 15 jaar geleden en nu soms zelfs al met een premie ten opzichte van hun intrinsieke waarde. Ja, we hebben het in Nederland ook gezien met Hal. Hal heeft ook een behoorlijk tijdje met een korting genoteerd en nu is dat, het is er nog wel wat, maar het loopt ook wel. Maar ja, dus er zijn een heleboel redenen als een goede. Is dat vertrouwen in het management wat nog ontbreekt? Ja, dat is een van de elementen in. De markt zoekt inderdaad ook waarschijnlijk wel die private equity in holdings. En wat je zegt, als beursgenoteerde aandeel zijn, dan kunnen we het zelf. Maar toch, die discount in mijn ogen is veel te hoog. Dus GBL blijft een van de boeiendste en interessantste Belgische aandelen. En dat blijkt ook uit het koersverloop. We hebben een duidelijk herstel. Sinds eigenlijk de coronacrisis een heel duidelijk herstel. Dus het lijkt
wel alsof het aandeel al heel hard gegaan is. Maar ja, er is nog heel veel mogelijk ten opzichte van de huidige interesse. Ja, en die korting van 30%, dat is ook historisch gezien aan de hoge kant voor GBL? Ja, zelfs dat is aan de hoge kant. Gemiddeld is het rond de 25% geweest. Dus het is, en misschien om daar nog één woordje over te zeggen, ja. GBL heeft recent ook een obligatie uitgegeven en gaf daar een rente op van 0,125%. Dat is wel positief. Terwijl dat het aandeel zelf 2,5% dividendrendement geeft. Ja. Je zegt, ja, wie koopt er nu die obligatie en niet die aandelen met 30% korting en 2,5% dividendrendement. Ongelooflijk, niet te geloven. GBL, ja, prachtig bedrijf. Wij zijn al bijna toe aan de pauze, maar niet voordat we heel even kort wat vertellen over het magazine, online beursmagazine. Stefan, je weet, ik zit hier sinds 1 december bij de aandeelhouder. En we hebben eigenlijk vanaf half december een nieuwsbrief zijn we begonnen. Die was er eigenlijk nog niet in Nederland, een echte nieuwsbrief die wekelijks uitkwam. Zijn we begonnen, best succesvol. We hebben heel veel leden al en ik wil er graag wat over vertellen wat daar precies in zit en in staat allemaal. Hij komt elke zaterdagochtend om 7:00 bij onze leden in de bus. Wij zeggen eigenlijk zelf altijd van wij zijn de ogen en de oren voor de beleggers thuis op de beurs. Ik kan me voorstellen dat niet elke belegger tijd of zin heeft om de hele dag met zijn neus op het beeldscherm naar de koersen te kijken. Nou, wij doen dat wel. We volgen natuurlijk alles. We hebben contacten met analisten, met investeerders en allemaal. En wat we eigenlijk doen is die informatie verzamelen en die gaan we op zaterdag overhandigen we dat aan onze beleggers, zodat ze ons helemaal bijgepraat zijn in het weekend. Nou, wat staat er nou in? We hebben kooptips natuurlijk. We hebben achtergrondanalyses van bedrijven, van aandelen. We hebben een ETF van de week, waarin we een ETF uitspitten, uitzoeken wat daar precies allemaal in zit. We hebben de chatsessie, dus dat doen we om de week, aanstaande donderdag weer. Dan kunnen onze leden kunnen vragen insturen over aandelen waarover ze aag zitten, of wat niet goed gaat, of waar ze vragen over hebben. Dan gaan we die behandelen in een live webinar. Of als ze er geen tijd voor hebben, dan beantwoorden we dat per mail. We hebben een podcast natuurlijk en we gooien gewoon heel veel informatie naar onze leden toe. Ja, die krijgen ze eigenlijk voor relatief weinig geld, maar dat kan omdat we al met zoveel zijn. Wij vragen daarvoor €99 per jaar. Per jaar, dat is €8,25 per maand. Dat zijn maar 2 kopjes koffie tegenwoordig met de huidige inflatie in de cafés. En wie dat doet, die krijgt elke zaterdag dus het magazine. Nou, mocht u lid worden, heel graag. Daar worden we denk ik allebei rijker van. Naast ons, naast het scherm, staat een link. Daar kunt u op klikken. En dan gaan we even wat glaasje water drinken, even pauzeren. En dan zijn we over 2 minuutjes weer terug. Tot zo.
Ja, goeiedag. Daar zijn we weer. 2 minuutjes pauze. We zijn weer fris en fruitig. Stefaan, jij bent partner bij Eén Vermogensbeheer. Wat onderscheidt Eén Vermogensbeheer precies van een andere vermogensbeheerder? De doorsnee vermogensbeheerder. Ja, we zijn in ieder geval een onafhankelijke vermogensbeheerder. Dus als partners zijn wij de enige aandeelhouders van de vennootschap. Maar het meest origineel is, wij zijn een echt Nederlands-Belgische combinatie. Misschien wel de enige die zo echt volledig Belgisch-Nederlands is. Mijn bekendste Nederlandse collega is Jim Theopoering. Jim, die kennen we. Ja, die is uiteraard heel bekend hier in Nederland. Ik heb ook een aantal Belgische partners. Dus ja, we zijn op dat gebied toch een origineel bedrijf. Wij investeren discretionair, we doen alleen discretionair beheer, in individuele aandelen. Met uiteraard heel veel aandelen voor de Nederlands-Belgische bedrijven. En ook wel over holdings. We beleggen behoorlijk wat in holdings. Dus we, Europese holdings of alleen Belgische holdings? Ja, of pak je veel Belgische, maar ook wel ja, Investor, Berkshire Hathaway, die ook wel. Dus ja, we eat our own cooking. Hè. Dus we doen echt het beheer zoals we het zelf doen. Wat is de ondergrens voor mensen die willen instappen? Moeten ze... De startvermogen bij ons is 250. Dus dat, ja, voor een vermogensbeheerportefeuille, individuele lijnen, is dat echt vaarbaar. Ja, we moeten even doorsparen. Fijn. Goed, nou, mooi. Mocht u vragen hebben over een vermogensbeheer, morgen ook in de hier... telefoonnummer of het e-mailadres. Niet gelijk allemaal bellen met Stefaan, want we hebben hem eerst hier nog even nodig. Maar morgen kunt u rustig een mail sturen en de informatie zit morgen ook in het informatiepakket wat we gaan opsturen. Stefaan, we zijn toe aan nummer 6. Tubize. Ja, die kent niet iedereen, denk ik. Nee, waarschijnlijk niet. Tubize is wat men noemt een monoholding. Dat wil zeggen een holding die maar in één bedrijf investeert. En dat één bedrijf is UCB. Dat is dan weer een van de belangrijkste Belgische farmaciebedrijven. Ja. Een heel succesvol bedrijf, maar vooral, eigenlijk ongelooflijk, u kan UCB via Tubize kopen met zomaar liefst 40% korting. Jullie hebben een hoop korting daar in België. Ja, het is eigenlijk in Nederland gekomen. Ik denk, dit moet jullie nu toch wel echt interesseren. Wij houden van korting, wij zijn Nederlanders. Ja. Weet je. Terecht, ja. Dus het is eigenlijk niet te geloven dat de Belgen die korting zelf niet nemen, hè, nee. En niet meer Tubize kopen. Natuurlijk, het belangrijkste voor Tubize is UCB zelf. Hè. Ja. UCB is een succesvol farmaciebedrijf, heeft een aantal heel mooie producten, zoals Vimpat, Cimbia. Dat zijn producten die nu echt heel sterk presteren, maar die wel een klein nadeel hebben. Dat is namelijk dat hun off-patent moment, dus waarom het patenten niet meer beschermd zijn, die periodes komen wel dichterbij. En daarom is er uiteraard nood aan nieuwe producten. Ja. Maar die zijn er. Er is een zeer mooi nieuw product voor UCB tegen de ziekte psoriasis. Okay. Toch een van de ergste ziekten die men kan hebben. En het nieuwe medicijn van UCB is getest geworden tegenover het bestaande medicijn van Novartis. Mm-hmm. En lijkt, of is op al die studies gekomen, als meer efficiënt. Okay. Het medicijn is reeds goedgekeurd in Europa, maar nog niet in de VS. Dus je hebt Galapagos verhaal. Maar ja, zoals er nu één stress toch nog een beetje is van, is dat inderdaad die goedkeuring in de VS er zal komen. Dat zou normaal nu in oktober moeten zijn. Okay. Maar als dat er is, denk ik dat de vooruitzichten... Ja, dat de vooruitzichten voor UCB echt wel heel goed zijn. Maar bovendien zijn er nog een paar andere medicijnen in ontwikkeling, zoals tegen de ziekte myasthenia gravis. Daar hebben zij relatief... weinig voorkomende ziekte, maar toch. Hè. En daar zijn ook 2 medicijnen in ontwikkeling. Jij zegt, de schuld is afgebouwd. Dus zij krijgen, neem ik aan, geld binnen uit de dividenden van de UCB. Of hoe krijgen ze geld binnen? Ja, dat is inderdaad zo. Dus uiteraard, Tubize betaalt dividend op basis van de dividenden die ze zelf van UCB ontvangen. Maar Tubize had in het verleden een kleine schuld. En daarom werd er minder dividend uitbetaald. Ja. Dus een deel van het dividend van UCB werd ingehouden om die schuld terug te betalen. Dat is nu gebeurd. Dus nu kan Tubize ofwel zelf meer dividend betalen, ofwel misschien toch het dividend van UCB een beetje opsparen en meer aandelen UCB kopen, ofwel eventueel aandelen Tubize kopen. Dus in ieder geval, er is eigenlijk een enorme mogelijkheid voor Tubize om extra waarde te creëren. Dus ik kan me toch echt wel niet indenken dat die discount van 40% al blijven bestaan. Ja. Dus Tubize is een zeer mooie manier om een sowieso al interessant aandeel als UCB te kopen. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat het met UCB goed blijft gaan. Ja, dat is natuurlijk wel de basis. Dus voor degenen die zeggen, ja, ik wil toch nog wel zeker zijn dat het nieuwe medicijn in oktober tegen psoriasis op de markt kan komen. Ja, misschien kan je dat eventueel nog af. Ja, oké. Okay. Nou, we zien hier de grafiek.
had wat met hoort en stoten, maar het gaat wel omhoog. Hè? Laatste tijd wat afgekomen, zie ik op het laatst. Ja, maar dus nog altijd een zeer grote discount. Hè? Dus het lijkt hoog te staan, maar dat is dus niet zo. Hè? Dubieze. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is Xior. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik moet uitspreken. Xior of... In België zeggen we Xior. Ja. Xior. De oprichter hiervan, die vond de X een mooie letter. En toen hij dit bedrijf opstartte, wilde hij iets doen met de letter X. En Ior komt van prior, van eerste. En hij is het eerste op het gebied van studentenhuisvesting. En ja, zodoende kwam hij op de naam. Xior is een aandeel wat... We hebben er wel over geschreven in het magazine een aantal maanden geleden. Mooi verhaal. Ook weer een groeiverhaal. Deze mensen beleggen in studentenkamers. Jullie noemen dat een kot. Ja, studentenkot. Studentenkot. Wij zeggen meer een frietkot. Maar studentenkamers, die hebben ook heel even iets lastig gehad in de coronatijd. Omdat men toch weer blijft. Thuis bleef, maar uiteindelijk is het heel goed gegaan. Het gebouw dat je ziet op de foto, die flat, die staat in Groningen. En die hebben zij onlangs gekocht. Een half jaar geleden hebben ze het gekocht van de private equity partij. Die heeft het daar opgezet. En er zitten zo'n 700 kamers in. En die worden verhuurd aan... Ja, studenten in Groningen, die huurprijzen zijn best wel... ik schrok er wel een beetje van, dat ligt tussen de 700 en 1100 euro per maand. Nou, ik vind 1100 euro voor een student, ja, dan moet je toch wel een aardig bijbaantje erbij hebben. Maar dat wordt gewoon betaald. En ze zijn zich heel erg aan het ontwikkelen. Ze zijn begonnen in Nederland en België, met name in België natuurlijk, daarna in Nederland. Ook in Spanje en Portugal ontwikkelen ze verder. En Ja, het blijkt ook wel nu post-corona. Sommigen vreesden door het corona gebeuren dat studenten minder op kamers of minder op kot zouden willen gaan. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nee, studenten willen allemaal terug op kamers. Laat eerlijk zijn, Stefan. Ja, als je studeert, wil je toch op kamers. Ja, dus dat blijft absoluut zo. De studenten, de meeste nemen er een baantje bij en dan kunnen ze het alsnog financieren. Maar goed, dividendrendement, dat is natuurlijk vastgoed. Dividendrendement is 2,7%. Dan kan je zeggen, ja, dat is niet heel erg hoog. Hangt er vanaf hoe je bekijkt. Als je het afzet tegen de 0,5% boeterente, is het vrij hoog, denk ik. En wij kennen in Nederland ook vastgoed met dividendrendementen van 8% en 10%. Maar daar gaat vaak elk jaar de waarde van vastgoed wat omlaag. En hier gaat het wat omhoog. Dus dit is op langere termijn is dit een goed verhaal. Wanneer moet je dit kopen? Dat is, vind ik wel het leuke aan die Belgische vastgoedbedrijven. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Adivica, of hoe noem je dat? Adivica. Die doet in zorgvastgoed. Die bedrijven die geven zo nu en dan nieuwe aandelen uit. En dan gaan ze weer mee de boer op om nieuwe objecten te kopen. En als ze dat doen, dan moet je er eigenlijk bij zijn. Want dat zijn meestal de mooiste bijkoopmomenten. Er is een tekort aan studentenkamers. Er moeten heel veel kamers bij. Dit is een kop die stond volgens mij op de website van de NOS. Dat betekent dat de toekomst voor dit bedrijf er gewoon heel goed uitziet. En ook hier zie je weer focus, focus, focus. Ze kunnen één ding, dat ene ding kunnen ze heel erg goed. En dat kunnen ze uitrollen in allerlei landen. En dan wordt dat overal een succes. Xior, mooi aandeel. Ook weer, moet je het meteen kopen? Nou, schrijf het op je lijstje, wacht op de dip. En dan moet je erbij zijn. Nieuwe aandeeluitgifte. En dan heb je een mooi vastgoed aandeel met een degelijk rendement. Op langere termijn lekker doorgroeit. Grafiekje er nog even bij. Ook een moeilijke tijd gehad natuurlijk in de corona. De coronadip hard gegaan, maar staat weer bijna op de all-time high, denk ik, van de tijd. En mooi vastgoed aan. We gaan naar de volgende. Even doorklikken. Stefan, deze is voor jou. Econocom. Ja, Econocom, ja, misschien een naam die wat minder bekend is, maar nogthans toch wel een groot bedrijf, hoor. Actief in 18 landen, meer dan 9000. Is groot. Ja, dat is toch wel een groot bedrijf. Ik vergelijk het altijd een beetje met het Nederlandse Ordina, maar Ordina is alleen actief in Nederland en België. Nee, Econocom is echt best wel een groot bedrijf. Totale omzet is bijna 2,7 miljard euro, mm-hmm. Dus... bestaat inderdaad al 45 jaar. Eigenlijk ook altijd een zeer, zeer succesvol
bedrijf geweest, IT-dienstverlener. En toch is er een paar jaar geleden een fors probleem geweest. Een van de belangrijke activiteiten is natuurlijk ook het leasing van computermateriaal en dergelijke meer. En dan bleek er toch wel een probleem te zijn met de restwaarde van die machines. Hè. Dus eenmaal dat de leasings voorbij waren, zijn de restwaardes eigenlijk wel wat teruggevallen. Dus dat is dan een probleem geweest. Het bedrijf heeft een jaar of drie geleden een forse daling doorgemaakt. En toen heeft de oprichter, meneer Jean-Louis Bouchard, beslist om zelf opnieuw de leiding van het bedrijf te nemen. Zijn zoon eruit geschopt, hè? Hij heeft zijn eigen zoon als CEO aan de kant gezet. Toch wel een merkwaardige... Op een vriendelijke manier tijdens het casino? Ik weet niet of de familiefeesten voor de rest gunstig verlopen zijn. Maar wat hij in ieder geval gedaan heeft, is dat hij toen de bestaande aandelen van zijn zoon teruggekocht heeft aan 6 euro per aandeel. Oh. Dus hij heeft zijn eigen zoon die terug zoon uitgekocht. Goed weggekomen. Ja, want zelfs nu is de koers nog altijd 3,6 euro. Hè. Dus het bedrijf heeft een totale beurskapitalisatie van 700 miljoen euro voor een bedrijf dat dus inderdaad omzet van 2,7 miljard heeft. Dat dit jaar waarschijnlijk ongeveer 70 miljoen euro winst zal maken. Een koerswinstverhouding van 10. Ze betalen een dividend van 0,12 euro, dat dan nog een terugbetaling is van kapitaal. Wat betekent in België dat er dan geen roende voor heeft? Netto rendement van 3,3%, dus eigenlijk op basis van alle criteria toch eigenlijk wel zeer laag geworden. Ja. En zoals gezegd, dus meneer Bouchard is nu terug zelf de CEO. Hij is ondertussen toch 78 jaar. Hij ziet dus blijkbaar zijn zoon niet echt als zijn opvolger. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat dat bedrijf toch wel in een grotere groep zou opgenomen worden. Hè. Ja. Maar aan de andere kant ga ik er niet van uit dat meneer Bouchard bereid is om dat aandeel aan minder dan 6 euro te gaan. Hè. En de grafiek geeft eigenlijk ook wel weer dat het aandeel voordien veel hoger genoteerd heeft. Dus dat blijft toch wel een belangrijk potentieel voor dat bedrijf. Ja, maar je zegt zijn zoon komt er niet meer in. Heeft die erfgenamen die het anders over willen nemen? Ja, kijk, er zijn ongetwijfeld nog andere kinderen, dus ik kan niet 100% inschatten wat de doelstellingen van meneer Bouchard zijn. Hè. Maar het is ook een sector waarbij we toch wel wat consolidatie zien gebeuren. Ja. Op dit moment lijkt het erop dat Econocom zelf terug bereid is om bepaalde overnames te doen. Het bedrijf heeft in het verleden wel een zekere schuldpositie gehad. Dat is nu niet meer het geval. Dus ze zouden zelf... Hebben ze netto kaspositie nu terug wel. Ja. Dus ze zouden eventueel overnames ook terug kunnen doen. Ja, eigenlijk in mijn ogen een bijna onbegrijpelijk ondergewaardeerd aandeel. Behalve door het feit natuurlijk dat we die enorme daling hebben gehad een paar jaar geleden... En dat is natuurlijk wel een element dat daar inderdaad zeker op past. Ja. Laten we eens kijken naar het koersverloop. Maar dan zien we inderdaad de beste die er geweest is. En nu toch wel in mijn ogen eigenlijk een heel mooie bodemvorming. Dus ik heb gezegd, meneer Bouchard heeft zelf de aandelen van zijn zoon aan 6 euro overgenomen. Ja. Je ziet dat moest die bodemvorming zich totaal hersteld hebben. Wanneer heeft hij dat gedaan, die overname van zijn zoon? Wanneer was dat? Dat was na die daling, na de grote daling die daar gezien werd. 2018 is dat. Hè. Nadien heeft hij dat gedaan. Dus hij heeft eigenlijk waarschijnlijk uit de eerlijkheid dat willen doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat minstens zijn koersdoel is. Je zei net, je had het net over bodemvorming. Ben jij ook enigszins een technisch analist? Kijk je naar technische analyse of gebruik je het? Ja, ik zou zeggen nu op zo'n moment wel, dat je toch ziet inderdaad de bodemvorming. Je hebt een eerste dip gehad daar in 2018, dan het echte dieptepunt 2020. Ja, dat je toch wel zegt, hier zie je toch wel heel mooi die bodemvorming in gebeuren. Hè. Dus op dat gebied kijk ik de grafiek. Oké. Prima. Wie weet kan het richting 6 en misschien zelfs hoger als Bouchard heet, geloof ik. Bouchard het wil gaan verkopen. Dat was Econocom. U krijgt straks aan het eind van de presentatie hebben een overzicht met alle aandelen, met de market caps, ook met de ISIN codes erbij, dat ze makkelijk kunt opzoeken. Morgen of wanneer u dus ook maar wilt opzoeken of wilt kopen. En dat sturen we natuurlijk ook op morgen met de mail. Dit is alweer nummer 8, denk ik. Of nummer 9 zelfs. Umicore. Umicore hadden we het net al even over, Stefan. Zit in de portefeuille van GBL. Ook best goed vertegenwoordigd. Ik geloof dat zij hebben 16% van de Umicore hebben ze in handen. Dat betekent dat ze, jullie noemen dat referentieaandeelhouder, hè? Ja, inderdaad. Wij zeggen grote aandeelhouder, maar referentieaandeelhouder bedoel je mee dat de aandeelhouder die echt wat
in de melkboek blijven. Je zou natuurlijk bij Umicore kunnen zeggen, met 16%, dat Umicore niet echt een referentieaandeelhouder heeft. Er is geen enkele... Referentieaandeelhouder heeft vaak wel 40% of meer. Dus echt een iemand. Plus Bouchard bij Econ ook. Ja, die soort aandeelhouder is er bij Umicore niet. Wat misschien ook nog een extra potentieel is in de long run. Hè, dat er niet zo'n heel sterke referentieaandeelhouder is. Ik moet zeggen, GBL zijn toch ook niet... Die bemoeien zich wel met... Maar toch ook niet dat ze heel erg activistisch zijn. Nee, ik denk dat het inderdaad een samenwerking is, maar dat ze toch meer als investeerder zijn dan, laten we zeggen, day-to-day tussenkomen in het beheer. Hè. Dus inderdaad, Umicore is stand-alone en heeft niet, eigenlijk niet echt een referentie aan. Goed, we hebben het over Umicore. Umicore, ja, ik heb altijd de neiging om, als ik een Belgisch aandeel zie, dat ik het dan vergelijk met een Nederlands aandeel, wat vergelijkbaar is. Nou, bij Umicore kijken wij altijd naar AMG bij ons. AMG zit ook in de materialen. Umicore noemt zichzelf een materiaaltechnologiebedrijf. En wat ze doen valt eigenlijk uiteen in drie delen. Ten eerste recycling, heel belangrijk. Daar hebben ze het afgelopen half jaar heel erg veel geld mee verdiend. Zij krijgen afvalgrondstoffen aangeleverd van andere bedrijven. Dat recyclen ze en daar halen ze weer nieuwe grondstoffen uit. Of oude grondstoffen. Ze noemen dat ook wel urban mining. Dus niet in een mijn in de grond de spullen eruit halen. Maar uit oude materialen halen en... Ziet hier ook, denk ik, op de sheet. Oude telefoontjes. Ik zag in voorbereiding hierop gekeken een YouTube-filmpje van de CEO. Die was op de Engelse beurs, werd hij geïnterviewd. En toen zeiden ze van, hoe zit het nou met die telefoontjes? Want oude telefoontjes, zit daar nog een markt in of niet? Toen zei hij van, ja, eigenlijk wel. Alleen we recyclen nu maar 1% van alle oude telefoontjes die er zijn. En vroeg ze, waarom niet meer? Ze zei, ja, die dingen worden niet aangeleverd, want iedereen heeft thuis wel... van die dingetjes liggen, die worden niet ingeleverd. En dat klopt, ik ging even zoeken thuis, ik had er ook een stuk of 3-4 liggen. Maar die zijn ongeveer, voor hun zit er ongeveer 1 euro aan waarde in zo'n telefoontje. En daar kunnen ze allerlei materialen uithalen. En het leuke is natuurlijk dat ze krijgen betaald voor het aanleveren van die materialen. En ze krijgen ook weer betaald voor het verkopen van de grondstoffen die ze eruit halen. Dat heb je goud, zilver, rhodium... Palladium, ik kan het zo gek niet opnoemen, of ze halen het uit die oude materialen. Dus er is ongetwijfeld nog een gigantische markt als de mensen inderdaad gaan bereid zijn om meer en meer van hun oude telefoons binnen te leveren. En je ziet natuurlijk in deze omgeving waarin wij nu leven met meer duurzaamheid, meer recycling, zitten zij hiermee natuurlijk spot on. Helemaal nu de grondstoffenprijzen zo hoog zijn. Dat wil ik niet zeggen dat dat zo blijft, maar voorlopig is het lekker goed garen spinnen hier. Dat is niet het enige, ze zitten ook in de autosector, daar doen ze eigenlijk 2 dingen. Ze maken katalysatoren voor de ICE-auto's, de internal combustion. Dus zeg maar de ouderwetse auto's met een verbrandingsmotor. Dat gaat nu eigenlijk heel erg goed. Maar je moet hier, als je heel eerlijk bent, wel zeggen... op termijn, als we straks allemaal elektrisch rijden... dan wordt dit natuurlijk wel wat minder. Het zal ongetwijfeld in de werelddeel waar het niet zo hard gaat... nog wel doorgaan. Maar echte groei verwacht je dan niet meer hier over een jaar of 6-7... En daar is wat wel weer mooi is, daar hebben ze een logische tegenhanger voor. Dat ze zijn ook bezig met elektrische auto's. Dan maken ze materialen voor de herlaadbare accu. Natuurlijk ook weer een markt die hard begint te groeien. Ik denk zelf dat die... Heb jij een elektrische auto of nog niet? Ik heb een hybride. Dus een hybride? Je weet het al niet. Halfweg. Moet die in Nederland kunnen geraken. Nee, nee. Ja, nou, nee, maar je hebt nu tegenwoordig auto's die... ik sprak laatst iemand die had een Kia geleend. En die had een range van 700 kilometer. Dat maakt niet uit. Dat is toch een heel eind. Daar kan jij heen en terug naar België. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat is natuurlijk wel een groeimarkt. En daar wordt veel van verwacht de komende jaren. Dat gaat allemaal een beetje met ups en downs. De autosector lag natuurlijk moeilijk afgelopen jaar. We zien dat de elektrische auto nu wel echt begint te komen. Ik denk dat er echt wel een versnelling komt de komende jaren. Want... men krijgt wel in de gaten dat het wel moet gebeuren, hè, met de vermindering van de CO2-uitstoot. Al die watersnood overal, bij jullie ook in België. Ja, dat is toch wat er wel meer en meer krijgen we in de gaten dat er wel iets moet doen aan al die vervuiling. En daar zitten zij dus ook goed. Even kijken. Kijk even naar het grafietje. Ik moet wel zeggen, Umicore heeft dat goed gedaan eigenlijk. Je ziet hier dat, volgens mij staat het aandeel nu op recordhoogte bijna, 6,57 euro. Ja, zeggen, is dat hoog? Ik kijk nooit zozeer naar het, je kan kijken naar het koersverloop, maar eigenlijk moet je kijken naar hoe het gaat met het bedrijf. En ik denk dat zij, met die recycling, ik denk toch wel dat dat iets is wat echt
letterlijk en figuurlijk duurzaam is, waar veel geld uitgehaald wordt. En dat is een hele mooie dobber voor dit bedrijf om op te drijven. En die elektrische auto, dat wordt een hele mooie markt. Maar je kan hem ook kopen via GBL. Ik koop je natuurlijk andere zaken ook. Met, dat is misschien ook een idee. Met 30% korting, dus dan betaal je uiteindelijk maar €40 voor Umicore. Dus dat ze daarmee adverteren. Dat is misschien wel een idee. Absoluut. Dus dat is Umicore. Dan gaan we door, Stefan. We vliegen erdoor. Hoe zit het ook qua tijd eigenlijk? Halen we het voor 9:00? Denk het wel, hè? Barco. Ja, wat weten we van Barco? Ja, Barco is eigenlijk toch wel echt wel een heel boeiend bedrijf. Een echt Belgisch technologiebedrijf. Actief enerzijds in wat men noemt entertainment. Men maakt projectoren voor bioscopen. Ook die grote screens voor allerlei events. Dan is er het systeem Clickshare dat u hier ziet. Hè, ja, om dus draadloos... die hebben we hier ook, Stefan. Ja, draadloos contact met, draadloos contact met de schermen. Een sterke groeisector. En dan is er ook nog eens medische beeldvorming. Dus eigenlijk een echt heel mooi top technologisch bedrijf. Een Belgisch bedrijf om echt wel heel fier over te zijn. U ziet hier ook het prachtige hoofdkantoor. Maar inderdaad, echt wel een bedrijf. Is dat het hoofdkantoor? Dat is het hoofdkantoor, is in Kortrijk. Ja, okay. Echt wel state of the art, echt high-tech. Maar inderdaad, echt wel een bedrijf dat midscheeps geraakt is door de coronacrisis. Uiteraard, de bioscopen zijn dicht, dus het is logisch dat er geen bestellingen zijn geweest voor nieuwe projectoren, terwijl men nogthans vaak in een upgrading cycle zat. Ja. Dus zeker ook in China werden heel veel nieuwe projectoren besteld. Ja, uiteraard, als de bioscopen dicht zijn, dan probeert men die orders voor zich uit te schuiven. En dat is ook gebeurd. Uiteraard, die grote schermen, Tomorrowland gaat nog altijd niet door. De Formule 1 gaat door. Ja, dus dat is toch nog altijd wel wat moeilijker. Ook bij Clickshare, dat is ook wel gebleken, als de mensen niet op kantoor zijn, was er toch ook minder investering voor Clickshare. Ook al is er wel een applicatie van Clickshare die het ook mogelijk maakt om hybride vergaderingen te hebben. Dus gedeeltelijk lokaal en gedeeltelijk op verplaatsing. Ja. Dus ja, dat is ook... Maar toch, hè, dus er is toch een vertraging van de groei geweest. En die vertraging is er zelfs geweest in de medische beeldvorming. Je zou kunnen zeggen, we hebben toch een gezondheidscrisis meegemaakt. Maar dat is natuurlijk de realiteit geweest. Tijdens de gezondheidscrisis zijn de ziekenhuizen uiteraard enorm veel bezig geweest om alle praktische beslommeringen rond corona op te lossen. Allemaal weten, er werden soms zelfs operatiekwartieren stilgelegd, hè, om toch maar de corona-patiënten te kunnen helpen. En dus ja, die investeringen naar die beeldschermen zijn eigenlijk ook verminderd. Dus ja... Barco heeft het langs alle kanten gekregen. Maar daarmee lijkt Barco mij toch wel een van de ideale aandelen om in te spelen op de post-coronatijd. Mm-hmm. Hè, waarbij we vanuit gaan dat we toch terug naar de bioscoop gaan, dat we terug naar grote evidenties gaan, dat we terug fysiek gaan vergaderen en dat de ziekenhuizen terug in de nieuwe technologieën van de beeldvorming zullen investeren. En ja, er zijn toch al positieve tekenen. Het orderboek is in het tweede kwartaal toch al opnieuw met 17% toegenomen. Dus dat is toch al een heel mooi element. En wat voor mij persoonlijk toch ook wel een heel belangrijk element is, is dat de hoofdaandeelhouders, de referentieaandeelhouders, dat is in dit geval Charles Baudouin, die nu ook CEO is, en ook de familie Donk, recent wel echt hebben bijgekocht. Oké. Dus, tegen welke koers weet je dat ongeveer? Ja, deze koers ongeveer, hè, rond de €20. Oké, even een grafiekje erbij. Terwijl we natuurlijk in het verleden veel hoger genoteerd hebben. De topkoers is bijna €4,35. Ja. Dus, maar het aandeel is gesplitst. Het aandeel is gesplitst geweest, ja. 1 op 7. Dus het noteerde toen 200. Want ik herinner mij dat het eigenlijk dik boven de €100 stond. Maar ja, dus Barco was, zoals je ziet, voordien aan een enorme run-up bezig. Ze hadden ook eigenlijk vooral de marges enorm kunnen opbouwen de afgelopen jaren. Ze waren er heel succesvol in. Uiteraard is dat concept dan effectief letterlijk in elkaar gestort met de coronacrisis. Maar ook hier zou ik zeggen, het is misschien iets minder mooi, die bodemvorming, als bij Econocom, maar je ziet ze toch ook wel. En het feit dat de hoofdaandeelhouders, de referentieaandeelhouders, van deze prijzen aan het kopen zijn, sterkt mij toch wel overtuiging dat dit een zeer mooie koers is om uiteindelijk een zeer hoogstaand technologiebedrijf aan te kopen. Dus ja, absoluut, Barco is een van de mooie Belgische bedrijven die nu in mijn ogen aan een lage koers te kopen zijn. Okay. Nou, Barco, kijk aan. Dat waren alle 10. Stefan, als ik jou nu, ik zal dat niet doen, maar stel ik zet jou een pistool op je hoofd. Zeg, je ziet hier deze 10 Belgische aandelen. Je moet er nu, je mag er maar één kopen. Welke zou dan jouw absolute eerste voorkeur hebben?
Ja, ik denk dat ik ze dan toch heb geprobeerd in volgorde weer te geven. Dus ik denk dat eigenlijk het, ja, het mooiste bedrijf of het mooiste verhaal nog altijd wel Dieteren is. Eigenlijk dat verhaal van Carglass is nog altijd niet in de koers weergegeven. En ja, ik denk dat dat eigenlijk bijna het zekerste verhaal is. Maar het zijn uiteraard allemaal heel mooie verhalen, want anders had ik ze hier niet meegebracht. Hè. Helemaal naar Nederland, dat zou ik niet gedaan hebben. We hebben een aantal aandelen. Hè. Daar is laten we zeggen, turnaround verhalen, dat moet nog gebeuren. Daar is de koers ook naar. Bijvoorbeeld Euronav heel duidelijk. Koers is laag. Maar we hebben ook een aantal aandelen waarvan de koers misschien hoog is. Maar dat zijn hele goede bedrijven waar het heel goed loopt. En dat is ook wat je vaak ziet. Momenteel ziet op de Nederlandse beurs. Bedrijven waar het goed gaat, staan hoog gewaardeerd. Dus kijken natuurlijk de chippers, maar bijvoorbeeld IMCD. Draait ik als een tierenlier. Schreeuwend duur. En bedrijven waarvan men denkt van... Nou, moet er maar gebeuren, die zijn ook echt goedkoop. Dus kijk naar de banken. Hoe kijk jij naar de Belgische banken en verzekeraars? Bijvoorbeeld een KBC en Ageas komen vanavond niet aan bod. Heb jij deze bedrijf wel in je portefeuille? Of zeg je van, ik... Nee, we hebben bij een vermogensbeheer geen banken. Ik denk dat het heel moeilijk is met die extreem lage rente die we nu meemaken. En zeker ook in België. Er zijn nog heel veel kantoren in België. De banken hebben gemiddeld in België nog veel meer kantoren. In Nederland moet nog heel veel kantoren gesloten worden. ING heeft dat gedaan al in België. Ja, ING heeft dat al gedaan in België. Werd niet in de bank afgenomen? Nee, dat werd niet in de bank afgenomen. Maar nog altijd heeft ING in verhouding veel meer kantoren in België dan in Nederland. Hè. Dus in België moet nog gebeuren. Nee, dus banken in België niet... We hebben Ageas ook niet, alhoewel dat ik dat misschien wel zou overwegen. Ageas is inderdaad laag gewaardeerd. En Ageas is ook actief in China. Hè? Ja. Dus Ageas heeft eigenlijk een ander profiel. Dus Ageas zou wel te overwegen zijn, maar de bankje hebben we niet. Dan heb ik een aantal vragen zien binnenkomen. Ja, we hebben nog 1-2 minuten, dus we kunnen dan misschien nog een paar aandeeltjes aanstippen. B-Post zag ik langskomen. We hebben het daar onder het eten even over gehad. Wat moeten we nou met B-Post? Ja, ik... was vroeger wel, ik denk dat wordt nog wel wat, maar ik zie nu toch wel dat PostNL best wel agressief is in België. Hoe kijk jij naar B-Post? Ja, B-Post heeft het in ieder geval veel moeilijker gehad om zich waar te maken in wat toch belangrijk is, de pakjes leveren. Ja. Dat is heel moeilijk geweest. De laatste cijfers waren nu toch wel niet slecht, om heel eerlijk te zijn. Hè. Dus moest iemand, ja... Werd niet gewaardeerd, hè? Want het nee, is... werd niet gewaardeerd en misschien een beetje ten onrechte... Maar ik heb het niet in portefeuille, nee. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, met de laatste cijfers zou ik zeggen, het is misschien langzamerhand terug te over. Je zou toch denken dat zij die markt ook moeten kunnen pakken van die... Ja, ik vond, een markt die groeit ik groeit. Vond de laatste tekenen eindelijk toch wel relatief hoopgevend. Om zo. Ik heb wel het idee wat mij opviel. Ik heb natuurlijk lang in België gewerkt, of lang, een aantal jaren. En dat was ook in de tijd. Ik weet nog, toen ik werd aangenomen, moest ik bij Gert Bakelands, mijn goede vriend Gert... Toen moest ik een pitch schrijven voor een aandeel wat ik dan zou willen kopen. En toen deed ik PostNL. En nou goed, daar hebben we het veel over gehad. En op een gegeven moment vroeg ik aan mijn Belgische collega's hoeveel post ze eigenlijk nog kregen. Want in Nederland, je krijgt nauwelijks post meer. Ik zeg wel eens, het enige post die je krijgt bij ons, de blauwe brief van de belasting. Of de mailing van de postcode loterij. Nou, daar zit niemand op te wachten, want er zit nooit een prijs in. Maar goed, maar zij kregen nog best veel post. Echt, dan... En dat zie je wel bij B-Post, hè? Dat die daling van die postaantallen in Nederland, dat hebben we het ergste is achter de rug hier. PostNL heeft jaren gehad dat ze met 10-13% daalden in volume met de post. En dat zie je nu in België gebeuren. Ja, in België is inderdaad die beweging is inderdaad later op gang gekomen. En daarom misschien dat B-Post ook wat trager is geweest om effectief die pakjesleveringen in te voeren. Want waar ik zelf woon, ten noorden van Antwerpen, ja, zie ik denk ik iets gemakkelijker... Een bestelwagen van PostNL rondrijden. Dus ja, ik denk dat ze toch... En anders komen we eraan, Stefan. Ja, ze komen. Wen hem alvast aan. Ja, absoluut. We komen niet alleen jullie post overnemen, we komen jullie aandelen kopen. Ja, fantastisch. Ja, kom maar, kom maar. Daar hebt u in ieder geval 10 kooptips gehad vanavond voor Belgische aandelen. Nou ja, hier staan ze allemaal op een rijtje. Nogmaals, u krijgt ze morgen. Mensen die zich aangemeld hebben via de mail... krijgen morgen een uitgebreide presentatie in een mailbox. Hebt u zich niet aangemeld, kunt het alsnog doen op de site. Dan krijgt u die mailing natuurlijk ook. Stefan, ik dank jou voor je komst naar Nederland. Het is hartstikke leuk vanavond. We hebben weer veel geleerd, denk ik. Leuke Belgische aandelen. Zoals altijd, wees voorzichtig. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Donderdag zijn we er weer met een chatsessie om 12:30.
En dan, ja, mochten er vragen zijn, kunt u daar die rustig stellen. En als u lid wilt worden van de aandeelhouder, dan kan dat natuurlijk ook nog. U ziet hier ons overzicht. De jongens zetten er even een linkje naast, zodat u snel naar de website kunt. Het kost 99 euro'tjes per jaar. Niet per maand, maar per jaar. 8,25 per maand. Dat zijn twee goede cappuccino's of twee pintjes. Kunnen we er ook verkopen, denk ik. En dat gaan we zo ook zeker doen. En dan dank ik u voor het kijken en een fijne avond nog. Dank u wel.